Welkom bij Afrotros. Dit is live de ontknoping van Wie is de Mol? Wie van onze finalisten is de mol? Is het Everon? Is het Fresia? Of is het Kim Lian? Wie is de winnaar? En hoe heeft de mol de groep voor de gek gehouden? Vanavond krijgen jullie eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Natuurlijk ook in Amsterdam. Wat geweldig dat we weer een finale kunnen hebben met publiek. En natuurlijk ook welkom de 8 afvallers van dit seizoen. Wat zien jullie er allemaal prachtig uit. Het blinkt, het glittert. Ja, dat weten we. Echt feest. In Albanië probeerden jullie met opdrachten geld te verdienen voor de pot. En de mol probeerde die opdrachten te saboteren. En elke week moest één van jullie het spel verlaten. Nieuw was dit jaar dat je niet gelijk naar huis hoefde. Jullie bleven in Albanië. Op afstand van de kandidaten die nog wel in het spel zaten in een apart hotel. Suzanne, jij was de eerste afvaller. Hoe heb jij dat ervaren? Jezus, man, wat een vraag, Rick. Ik denk, we beginnen meteen met de onthulling van de mol. Maar nee, oké. Onbeschrijfelijk. Maar wat ik eigenlijk wel het allermooiste vond, was dat ik al wist bij weggaan, dus dat ik de eerste was die afviel, dat ik al wist dat ik mocht blijven. En wat ik eigenlijk het allermooiste vond, wat ik me eigenlijk later pas realiseerde, is dat ik degene was die iedereen mocht opvangen. Ja. De eerste was. En ik kon iedereen... Je was de afdeling nazorg. Mantelzorgen nazorg. Ja. En ik mocht mij als een herder ontfermen over mijn kroos. En dat was grappig. Heel noemde jou al een beetje de moeder van de groep in de eerste aflevering. Dus dat kwam meteen ook goed uit eigenlijk, die karaktereigenschap. Het was echt ongelooflijk bizar. En ik ben nog steeds vol ervan. En ik heb nog steeds ontzettend veel plezier als ik eraan terugdenk. En ik hou van deze mensen allemaal. Nou, het werd eerst het revalidatiecentrum genoemd. Ja. Ja. Toen het Loser Hotel. En toen het Partycentrum. Ja, ja. Ja, ik vind dat wel een mooie ontwikkeling zo. Ja. Periode. Ja. Ja, wat ook heel bijzonder was, dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol konden de kijkers, jullie dus, via een live verbinding aanwezig zijn bij de start van de zoektocht naar de mol. En tijdens die livestream moesten jullie allemaal een pleidooi houden waarom jullie niet de mol waren. Glenn, de kijkers vonden jou het minst verdacht. Dus jij had het geluk om 2 vrijstellingen te verdienen voor die eerste aflevering. Eentje voor jezelf, 1 voor een medekandidaat naar keuze. Dat werd voor jou Everon. Maar als een van jullie 2 de mol zou zijn, dan zou er in de finale €5.000 uit de pot gaan. Nou goed, we kunnen inmiddels stellen dat jij in elk geval niet bent. Maar had je het graag willen zijn? Nou, achteraf, dus voordat ik daar naartoe ging wel. Achteraf, omdat ik zoveel leuke dingen heb meegemaakt in het afvallen. Party hotel. Ja, misschien moeten we daar volgend jaar een aparte serie over maken. Ja. Maar dat zeiden we ook de hele tijd. Eigenlijk hadden we dit moeten filmen. Het moet wel later op de avond worden uitgezonden. Ja, na 12. Ja, was splinter. Nee, maar het is wel echt de verantwoordelijkheid om een mol te zijn. Ja. Dus, had je het willen? Of achteraf weet ik wel dat ik weet dat het zwaar is nu. Ja, dat is het. Ja, ik weet nu echt hoe zwaar het is.
De stand van de pot is nu 13.335 euro. Als Kim Lian of Freesia de Mol is, dan blijft dat hoogstwaarschijnlijk zo. Maar als Everon de Mol is, gaat het dus maar liefst vanavond 5.000 euro nog uit die pot. We gaan het zien. Welmoed, heel veel kijkers vonden jou verdacht. Ja. En dat komt waarschijnlijk door die eerste aflevering waar jij en informatie achterhield en jokers. Hoe heb jij hiernaar gekeken zelf, toen je thuis was in Nederland? Ja, ik vond het niet zo verdacht, want waarom zou de mol jokers stelen? Ik vond mezelf wel intens om naar te kijken. Ik dacht wel vrij vaak, yo meid, doe even chill. Nou, ik vond doe even rustig. Ja, dat wel, maar ik vond het ook heel grappig dat je dan in één aflevering zei, nou, ik ben journalist, ik lieg niet. En vervolgens wel alles verzwijgen over de jokers. Ik vond dat wel een mooie tegenstelling. Maar je kan je wel afvragen, Rick, of verzwijgen en liegen hetzelfde is. Heel slim, daar gaan we even over nadenken. Arno, jij was de vierde afvaller en jij werd door de kijkers van die livestream het meest verdacht. Kom jij vaker onbetrouwbaar over? Serieus, Rick, dit is mijn vraag. Ja. Dit is de vraag die iedereen krijgt hier. Iedereen kan hem inkoppen en dit vraag je. Een hele mooie vraag. Ik had het dat vroeg je volgens mij die avond ook, maar ik weet niet meer wat ik zei. Ik was te zenuwachtig waarschijnlijk. Maar ik had het slechtste van twee werelden. Mensen vinden me heel onbetrouwbaar. En ik ben niet de mol. Als dat nou nog was geweest, dan had ik het niet erg gevonden. Ja. Ik hoop wel, kunnen we niet gewoon nu nog een keer doen, die enquête? Ik hoop dan na die vier afleveringen dat mensen er nu wel anders over nadenken. Ja. Hila, toen jij het spel uit moest, waren er troeven in het spel, dat wist jij. En dus besloot jij om helemaal op jouw verdachte te gaan. En dat was op dat moment Sahil. Waarom Sahil? Ja, hebben we de serie gezien? Of hebben jullie hetzelfde gezien? Of wel toch? Nee, in het begin verdacht ik hem helemaal niet, maar hij bleef maar doorgaan. En ik dacht, ja, maar wat als het hem nou wel is? En daar ben ik eigenlijk in doorgegaan en doorgeschoten. Ja, en uiteindelijk het spel uitgeschoten. Weet je, Sahil? Klopt. Hila was niet de enige. Want al jouw medekandidaten hebben op de vraag, wie is de mol? Dat is de 20e vraag in de test. Wel is in elk geval één keer Sahil genoemd. Had jij dat door? Ja, maar bro, ik heb ook mezelf ingevoerd. En toen ik rood kreeg. Oh, je twijfelde zelf. Dacht ik ook. Oh, ik ben het niet. Ik zat helemaal van apropos. Nee, de mensen die me kennen, die wisten, ja, dit is gewoon ziel. Want ik kom niet per se om een heel vernuftig speltje te spelen. Ik hou gewoon van anarchie. Ja, en dat was het bij jou ook wel een beetje. Waarom speel je een spel? Om het zo leuk mogelijk te hebben. Ik heb het zo leuk mogelijk als het chaos is. Dus ik dacht gewoon, hoe kan ik elke situatie zo dramatisch mogelijk laten verlopen? Gelukt. Ja, gelukt. Wat hebben we ruzie met Sahil. Hey, en in welke wereld, om maar eventjes met Hila te spreken, in welke wereld is het een goed idee om vier afleveringen achter elkaar een vrijstelling in je zak te houden? Ik denk in de wereld waar Freesia in leeft. Maar weet je wat het was? Het is precies eigenlijk hetzelfde principe. Ik wilde het gewoon zo spannend mogelijk voor mezelf houden. Nou, dat is gelukt. En ik heb de leukste souvenir ooit, hè. Want dit is de schoen. Dit is de schoen met waar ik mee uitviel. En waar je hem nog steeds in. En hij zit hem nog steeds. Yeah. Good for you. Klappen. Ik ga even naar Letitia, want op het moment dat Sahil het spel uitvloog, een rood scherm kreeg, had jij net jouw vrijstelling ingezet, ook een tijdje in je zak gehouden. Wat dacht jij toen je dat rode scherm zag? Ja, ik heb nog wat dreigbrieven thuis gekregen, want ik moest lachen. Ze dachten allemaal dat ik Sahil aan het uitlachen was, maar het was niet zo. Ik was mezelf aan het uitlachen. Omdat, want? Nou ja, ik had meer dan de helft op Sahil ingezet als ik mijn vrijstelling niet had ingezet. Dus dan was ik naar huis gegaan. Ja. Dus het was echt mezelf uitlachen. En Thomas, jij hebt net niet de finale gehaald, maar volgens mij heb jij wel intens genoten. Wat maakte het meedoen voor jou zo bijzonder? Ja, twee dingen. Het avontuur. En dat is gewoon het hele idee van je staat 's ochtends op en er wordt alleen maar gezegd, je moet schoenen aan die nat mogen worden en een flesje zonnebrand. Je wordt ergens heen gereden en dan je moet iets doen. En, dat is zo avontuurlijk en spannend. En je hebt geen enkele verantwoordelijkheid behalve dat gewoon dan maar doen. Dus dat vind ik heerlijk. En het andere waar ik helemaal niet op gerekend had, was de love. Dus deze groep. En ik vind mezelf helemaal geen groepsmens.
Maar misschien ligt dat wel aan de groep waar je in terechtkomt. En dit zijn gewoon allemaal, en niemand zal hier iets anders zeggen, anders zou ik, nee. kan nu, ja, goed, maar over een tijdje. Ja. Maar vanavond denk ik niet. En na het vertrek van Thomas waren de drie finalisten van Wie is de Mol seizoen 22 bekend. Maar liefst 1 miljoen spelers die doen mee in de app. En jullie thuis, jullie verdenkingen zijn alle kanten opgegaan. Nu denkt dat 27% denkt dat Kim Lian de Mol is. 29% denkt dat Everon de Mol is. En 44% denkt dat Freesia de Mol is. De meningen in Nederland zijn dus nogal verdeeld. En dit is waarom. Alles neerleggen en een plekje kiezen. Leuk dat je er bent. Fijn, ook weer. Ja. Welkom. Wil je de mol zijn? Ja. Wil je de mol zijn? Ja. Wil je de mol zijn? Ja. Ik doe 1 keer in mijn leven aan dit programma mee. Ik moest op zijn minst dat proberen te kunnen zijn. Nou, ik ben acteur. En er is volgens mij maar 1 rol die ik nog moet spelen en dat is de rol van de mol. Tuurlijk, kijk, uiteindelijk, ik hou het meest van winnen. Alleen ik denk dat het gevoel van winnen nog groter is als jij de meeste mensen hebt gemanipuleerd. Helaas is de rol van mijn leven aan mij voorbij gegaan. Er is geen enkele kandidaat die mij ervan verdenkt de mol te zijn. Kijk in mijn ogen, voel wat je voelt. Ik ben niet mol. Weet je hoe duur dit is, dit spul, als je het in een potje moet kopen? Ik denk dat we het gewoon hierbij moeten laten. En 3 van 4 is best goed. Gaal. 13. 1400! Hé, hey, we hebben 1100 euro! Die heb ik, bam. Oh shit, maar de boef zit er net op, denk ik. Jullie moeten met onze schapen. Schaat, geiten. Lekker wagen. Ja, hier zit wel iets, Kim. We moeten gewoon dieper. Ja, allemaal verdachte acties. Toch is er maar 1 finalist die de pot structureel geld heeft gekost. Het is hoog tijd om erachter te komen wie dat is. Het is zover. De ontmaskering van de mol. Hier zijn de finalisten. Everon, Freesia en Kim Lian. Het antwoord op die ene vraag niet langer uitstellen. Wie is de mol?
Ik ben de mol. Was Evron degene die al die tijd zijn ware gezicht verborgen heeft moeten houden. Ja. En nu heeft hij zichzelf ontmaskerd en is het dus ook voor heel Nederland bekend. Evron is de mol van seizoen 22. Hij noemde het de rol van zijn leven en die heeft hij met succes gespeeld, lijkt mij. Dat betekent dus dat of Fresia of Kim Lian de winnaar is van dit seizoen. Wie van de twee dat is, daar komen we zo op. Ik ga even naar jou, Thomas. Jij zat tot en met aflevering 8 op Kim Lian. Nooit aan Evron gedacht? Ik heb aan het eind gespreid op Kim Lian en Evron, die twee. En maar toen pas, dus op het allerlaatste moment. Evron was dan wel in beeld gekomen na vakbondje. Omdat hij naar mijn gevoel uiteindelijk wel erg emotioneel werd erbij. Nee. Dus die heb ik hem in de spreiding gehouden. En aan het eind kon ik echt niet kiezen tussen mijn verdenkmol Evron en mijn wensmol Kim Lian. Ja, Sahil, ook geen Evron. Ja, Gil, ik sprak Evron de dag voordat we begonnen in de lift. En hij was zo gespannen. En ik draai hem toe en ik spring op hem en ik zeg... Jij bent de mol. En hij is... Jij bent het. Maar toen kwam hij met die gekke broedershit. En zo, bro, we zitten hier samen. En ik dacht, ja, maar ik ga niet meer op hem. Wat dacht ik wel niet? Hij is mijn broeder. En nu zit ik hier. Maar goed, ze zijn hier. Mag ik een applaus? Is eruit, jongen. Hoe voel je je? 10 kilo lichter. Ja. Het is niet de spiermassa, maar het is wat anders. Ja, voelde je het zwaar de laatste tijd? Ja, het is natuurlijk heel erg pittig. Je moet zoiets gewoon heel erg geheim houden. En je wil, ja, soms als mensen die een beetje op het spoor zijn, wil je toch nog proberen dat ze toch op een ander spoor terechtkomen. Dus ik was eigenlijk al die tijd nog aan het mollen. Ja. Ja. Heb je wel, hè, want je begon aan je avontuur, heb je al die tijd ook vertrouwen in jezelf gehad dat je het ook... Nee, met deze mensen. Ik noemde ze hyena's. Ja. Echt, ze zijn stuk voor stuk onwijs mooie zielen. En ik ben zo blij dat ik jullie heb leren kennen. Het is echt ongekend. Ja. Maar ze hebben het me ook heel erg moeilijk gemaakt. Nou, jij hun ook. Maar dat gaan we zo meteen zien. Kim Lian, jij had Evron al vrij snel in de smiezen. Vanaf het begin heb jij hem meegenomen, hè, in je denkingen. Hoezo dacht jij aan hem? Nou, de allereerste nacht dat wij sliepen in Albanië, sliepen we in dat tentje, weet je nog? Ja, ja. Berg. En ik was de enige die alleen sliep. En ik dacht, ik kan met niemand kan ik overleggen. Toen ben ik, ik ben nu echt de zweefteef van deze serie. Ja. Maar toen ben ik tarotkaarten gaan leggen. En toen kreeg ik, ja, tuurlijk, dat doe ik. Ja. En toen kreeg ik een nummer door. Ja, ik zal maar heel eerlijk zijn. Dus ik ben echt op een nummer afgegaan. En wat was dat nummer? 33. Nou, dat is toevallig. Ja, dat is heel toevallig. Toen dacht ik, nou, dat spoor moet ik volgens mij maar gaan volgen. Nee. En dat heb ik vastgehouden. Nou, het is heel, dat komt toch goed. Van pas het universum, hè, zo nu en dan. Fresia, bij jou duurde het wat langer voordat je Evron in het oog kreeg. Sterker nog, dit weet niemand, maar dat ga ik nu voor het eerst tegen jou vertellen. In aflevering 2 had het niet veel gescheeld of jij was naar huis gegaan. Oh. Ja. En niet Glenn. Je zat onderaan de lijst en toch heb jij je herpakt. Want dat blijkt maar weer, bij Wie is de Mol moet je vooral niet de slechtste zijn. Nee.
Maar een beetje slecht maakt niet uit. Wanneer kwam je Everon op het oog dan? Nou, ik had me voorgenomen om na aflevering 2 helemaal opnieuw te beginnen. Aflevering 1 en 2 gebeurt gewoon zoveel. Je moet zoveel mensen in de gaten houden. Ik dacht, dat is sowieso gewoon heel erg lastig. Dus ik had iedereen's gedrag opgeschreven van elke dag, wat me opviel. En dan ga je wel een beetje filteren van, oké, wie is er een beetje veranderd? En eigenlijk merkte ik aan Everon dat hij werd iets relaxter eigenlijk. na vakbondje had ik toch wel dat momentje wat hij... Dat was het opdrachtje met Thomas inderdaad. Toen dacht ik wel, ja, ik weet niet helemaal wat hier is gebeurd. En toen dacht ik, moet hem ook in de gaten gaan houden. Oké. Okay. Hoe Everon de opdracht in Albanië heeft gesaboteerd, gaan we nu zien. Yeah. We gaan naar de molacties. En de eerste aflevering staat er gelijk veel op het spel voor de mol. Hij moet live een pleidooi houden waarom hij niet de mol is en zijn mollicitatie zal worden getoond. Desalniettemin staat de mol te popelen om te beginnen. Oh man, man, man. Ik heb zo ontzettend veel zin om te gaan beginnen. Het is krankzinnig. Ik weet precies wat we gaan doen. Ik ben heel goed voorbereid. Ik weet elke opdracht. Ik weet de reis die we gaan maken door Albanië. En wat ik echt heel eng vind, jullie gaan mijn mollicitatie zien. En zou je een goede mol zijn? Ik ga het niet doen als ik niet de beste mol ben. Because I need to be the best. En dan sta je daar ineens voor het eerst oog in oog met Rick. En dan weet je, het gaat beginnen. Een schot voor de boeg. Ik ben de mol. Dat versta ik niet. En natuurlijk durfde ik dat niet al te hard te zeggen, stel je voor dat iemand dat hoort. Ik ben de mol. Hoe voel je je? Heerlijk. Ja. Ik ben dus de mol. Ja, mijn doel is de allerlaagste pot ooit. Als ik een groene vrijstelling krijg, dan gaat er 5000 euro uit de pot. Ja, dat is natuurlijk een droomscenario. Als je straks je pleidooi houdt, kijken er duizenden Nederlanders mee. Holy shit. Via een livestream. Zij gaan stemmen op de kandidaat die ze het meest verdenken. Dus zij stemmen op hun mol. En als je weet wie de meeste stemmen krijgt, dan weet je ook wie de minste stemmen krijgt. Natuurlijk is het heel erg belangrijk dat Nederland mij het minst verdenkt. Maar goed, die kans is 1 op 11. De kandidaat die het minst verdacht wordt, verdient 2 vrijstellingen voor deze eerste executie. Dus het is veel belangrijker om een gunfactor te creëren bij mijn medekandidaten. Want ja, als een van hun die 2 groene vrijstellingen krijgt, dat ze die aan mij geven. Ik moet er niet aan denken dat ik het allemaal had moeten doen met een geheim nog erbij. Ik hou niet van liegen. Ik heb in beide opdrachten de moeilijke rekenpuzzels opgelost. Een van mijn slechtste kwaliteiten is dat ik te eerlijk ben. Ik zou zeggen, kijk in mijn ogen, voel wat je voelt. De stemmen zijn geteld. De kandidaat die door Nederland het minst verdacht wordt, is Glenn. Gefeliciteerd, man. Dank je wel. Dank jullie wel. Aan wie geef jij jouw vrijstelling? Ik neem Everon mee. Dat is wel goed. Everon. Mijn mattie Glenn geeft mij gewoon een vrijstelling, waardoor 5000 euro uit de pot gaat in de finale. En nu zult u denken, maar jij bent acteur. Jij kan heel erg goed liegen. Ja, dat is ook zo. Ja, Everon, nou wil het toeval dat jij de penningmeester bent voor jouw lichte pot. Pijnlijk moment voor Kim-Lianne Freesia. Je mag 5000 euro uit de pot halen. Ik kan altijd Glenn een tikkie sturen. En het, het verscheuren. Hila, je krijgt. Dat is toch van Hila, hè? Ja, maar dat komt straks. Ja, 5000 euro, jongens. Helaas, dat gaat hem niet worden. Nee. Everon, nog eventjes. Hoe heb jij nou zover... hoe heb je het gemanipuleerd dat jij door de meeste mensen hier... in elk geval door Glenn... zo sympathiek werd gevonden dat jij die vrijstelling kreeg? Nou ja, ik wist natuurlijk maanden van tevoren dat juist deze opdracht eraan kwam. Ik had mijn speech helemaal klaar. En ik had zoiets van, ja... Er gaat heel veel gebeuren, maar waar ga ik ze pakken?
Er was bijvoorbeeld de opdracht avondklok. Ja. En er was sowieso gingen we allemaal in tenten en niemand kon echt slapen. Maar ik had zoiets van, ik kan nu die klok weer aan gaan zetten, zodat ze geen geld zouden verdienen. Ja. Maar ik zou eventueel ook mensen bij elkaar kunnen roepen. Oh. Om te zeggen van, we moeten de klok bewaken. Want anders gaat de mol de klok weer aanzetten. En ik denk dat ik daar heel veel vertrouwen heb kunnen winnen. Ja. Ja. Door juist zo vriendelijk en zo slim en zo voor de groep te denken. Ja, maar ik wilde ook absoluut niet als eerste naar huis. En ik was heel zielig aan het doen. Ik snap het spel niet zo goed. Ja, Glenn, ik zag jou. Maar Glenn, eventjes naar dat moment net. Ik zag je echt heel klein worden. Hoe kijk je nu naar dat moment dat je hem die vrijstelling gaf? Ja, gewoon als iemand die gewoon erin is gestonken. Maar ik heb eigenlijk altijd al gezegd van, ja, deze guy is gewoon... Die weet niet of je boos moet zijn of ontzettend veel respect moet hebben voor iemand. Ja. En bij mij neigt het naar ontzettend veel respect toe. Gelukkig. Nou, gelukkig. Ja, nee, ik dacht, je weet toch, ik ben wel wat gewend. Ik kan wel leugens zien, maar helemaal niet. Ja. Maar gelukkig waren er ook wel meer mensen, toch, die mij die vrijstelling. Ja, 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 ja. Arno die zat, misschien moet je het zelf vertellen, jij zat naast hem. En je zei daar naar de pleidooi. En toen zei Arno tegen mij, nou, ik weet één zeker, Evan is niet. Ja, nee. Ja, dat is waar, nee. Ja, maar ik voelde je daar zo erg, Arno. Hij zei, Arno zei, jongens, van, ik ga eventjes door, is niet even, want die jongen heeft nog meer gedaan dan alleen. Ik heb wel door blijven. Ik heb de vraag al gehad. Nee, maar goed, de pot is dus nu net van 13.335 euro naar 8.335 euro. Om maar even de administratie af te handelen. Ja, goed, in die tweede aflevering gaan de kandidaten lopende bandwerk doen. En dat zijn bepaald geen saaie of eentonige handelingen. Zeker niet voor een mol. Aan de lopende band opdrachten doen om geld te verdienen voor de pot. Daar gaan we even een stokje versteken. Jullie waren echt ontzettend goed met die dobbelstenen op één gooien. Hou glas van. Pas aan. Ondertussen probeerde ik al die dobbelstenen weer op een ander getal te zetten. Terwijl ik Kim echt daadwerkelijk haar blik in mijn rug voelde branden. Gebruik de chopsticks om de groene knikkers te scheiden van de rode. In plaats van met de chopstick alle groene knikkers te scheiden van de rode, heb ik dat gewoon lekker met mijn handen gedaan. Sorteer alle sokken. Ah, come on, Rick. Waarom is het autootje steeds stuk? Maar van de 2500 euro dat jullie konden verdienen met deze opdracht, was het 1200 euro bij de pingpongballen. Mijn doel was om de ballen met 500, 250 en 150 er zo snel mogelijk uit te vissen. En dat heb ik gedaan. En het is zo spannend om iets uit te vreten terwijl je voelt dat al die ogen op je gericht zijn. Wat? Maar het is me gelukt. Die tientjes heb ik laten liggen. Ja. Freesia, gefeliciteerd. 10 euro. Heel veel opdrachten zijn niet helemaal goed uitgevoerd. En één pingpongbal slechts kwam in de kom terecht. En van de 2500 euro wat jullie konden verdienen voor de pot, hebben jullie 310 euro verdiend. Freesia, had jij nog naar die pingpongballen gekeken eigenlijk? Of ik ernaar had gekeken? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht gewoon ze... Dragen tussen zaten. Ze liggen hier en ze moeten daarin. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoeveel het was. Maar ik heb van Hila nog denk ik wel 80 keer gehoord in de dagen daarna. Jij hebt 10 euro verdiend. En Arno, jij was ook lekker bezig met je honinghanden en dan die balletjes proberen te gooien. Alleen dat, hè? Dus eerst stel je me die ene vraag, dat ik nog vertel, en nu ben je hierop. Ik heb hartstikke veel geld in die pot gespeeld. Ja? Maar die balletjes... Alleen niet bij deze opdracht. Nee, bij deze opdracht niet. Nee, helaas. Allemaal speelt van Everon. We gaan naar de derde aflevering, waar de mol er alles aan gelegen is om ook met de laseropdracht zo min mogelijk geld voor de pot te verdienen. 2000 euro lag er in kistjes in de oude kabelfabriek. Het is tijd voor... Een lasergame. Ja! Lasergamer. Voor jullie natuurlijk fantastisch, maar eigenlijk voor mij nog veel leuker. Want dit is namelijk een opdracht waar je stalen ballen voor nodig hebt.
Jullie konden alleen jullie kistje openmaken met je vingerafdruk. Hij doet het niet, dit is niet mijn kistje. Ik als mol kon alle kistjes openmaken met mijn duimafdruk om daar geld uit te halen. Terwijl ik zij en zij met Kim Lian en Freesia in één ruimte zat. Ik heb één gemaakt. Met trillende handen ging ik zo voorzichtig, maar ook zo snel mogelijk te werk. Want Freesia en Kim die zaten me eigenlijk op de lip. Shit. En vaak zag ik ze ook helemaal niet. Waardoor ze ook elk moment gewoon weer naast me konden staan. Vier kistjes, schat, ik heb geen één. Freesia, waar ben je? Waarom praat niemand tegen mij? Voordat ik me heb laten afschieten, heb ik 7 kistjes opengemaakt en 525 euro eruit gehaald. Wat is er gebeurd? Nee. Vertel. Ik heb echt zo'n beetje alle kistjes geprobeerd. Ik zou geloven. Ik zie de ogen van Kim Lian ongeveer zo worden nu je die beelden ziet. Verbaasd? Flabbergasted, man. Ja. En ik dacht echt dat je me gezien had. Nee! Ja. Helemaal, ik was alleen maar bezig met mijn eigen frustratie. Dat ik die kistjes niet open, dat die slotjes niet open kreeg. Ja, het is wel even hebben deze opdracht. Ik was al af. Jij was al af. Ja. Ja. Wat op zich ook wel door heel veel Nederlanders verdacht werd gevonden. En deze opdracht, daar gebeurde nog iets anders. Want Sahil... Ja. Jij ging zelf ook nog even met wat geld ervandoor. Ja, zeker 50 euro. En dat weet jouw grote vriend naast jou helemaal niet. Maar jij hebt hem afgeschoten. Nee. Oh. Ja. Dat was ik. Ja. Bro. Jij hebt Arno afgeschoten. Ik ben er nou klaar mee. Ja, dat is... ja. Ik kan me dat goed voorstellen, ja. Serieus? Jullie hadden nog een hele jel van. Wow, Cassie in the Sundance Kid. Wat ja, dat was toen al eigenlijk ten gronde gericht. Maar dit is wel echt, ik ben echt fan van je, bro. Want het is inderdaad, ik heb echt zomaar deze 100 euro. Jij hebt 57 eruit. Ik heb er iets meer uitgehaald. Ja. Tijdens de opdracht vakbondje baalt kandidaat Everon gigantisch dat hij naast de vrijstelling grijpt. Een flink staaltje acteerwerk van de mol. Naast geld uit de pot houden is het natuurlijk heel belangrijk om niet verdacht te zijn. In het begin zijn kandidaat vooral heel erg bezig met wie niet de mol is. Eitje toch? No brainer, Eve. Daar is een win-win situatie. Dan gaan we voor de win-win. We gaan voor win-win, oké. Dus hoe overtuig ik ze dat ik niet de mol ben? Ja, dat is dus door de fanatieke kandidaat te zijn en te reageren zoals elke kandidaat zou reageren. Jullie mogen naar het volgende vak. 3 jokers. De tijd gaat nu in. Ik kreeg de belofte niet terug, Eef. Zie je? Ik was bang. Je bent niet te vertrouwen, man. Even die. Die gaat er door de grond. Ja, die is heel erg gekwetst. Lieve Thomas. Ik hoop niet dat ik je al te veel overstuur heb gemaakt. Zoals je zelf zegt, ik hoop niet dat Even mee zit. Het is maar een spelletje. Hé, hey, chapeau man, je hebt het hartstikke goed gedaan. Oh. Ja. Chapeau, Thomas. Ja, Thomas. Wat vind je ervan als je het zo terugziet? Nou ja, het was glashelder, de juiste keus. En daarna, dus hierna, ik was eerst heel emotioneel erover. Omdat hij er emotioneel over was. Maar ik heb gewoon in het busje de Beastie Boys in mijn oren gezet. En daarna dacht ik, ja, fuck that guy. het is een spel. En dus toen was ik er. En vanaf dat moment. Dus het heeft ons allemaal. En hij was super lief. Dus toen we het busje uitkwamen, kwam hij hem gelijk een dikke knuffel geven. Het is maar een spelletje. Ja, ik had wel zoiets van, niemand gaat echt verdrietig naar bed. Nee. Dus, maar even, omdat was jouw oorspronkelijke tactiek, deze opdracht? Nou ja, eigenlijk wilde ik dus het zakje laten vallen op 3 jokers. Dat was eigenlijk mijn scenario, omdat ik ervan het kandidaat wilde zijn. En hij was mij voor. Ja. Dus eigenlijk was het ineens van, oh,
kut, dit had ik niet bedacht. En toen was het, oké, nu ben ik heel erg boos. Ja, dan moet je ineens als mol ook van tactiek veranderen en van reactie. En toch een beetje anticiperen op wat er gebeurt. Deze aflevering was vrij uniek, want jullie hadden als groep alleen al in deze aflevering, het was moeilijk, ik geef het toe, 15.500 euro kunnen verdienen. Helaas kwam er maar 740 euro daarvan in de pot. Everon, dankjewel. Omdat Sahil de moltelefoon op illegale wijze in zijn bezit had gekregen, mag hij voor de volgende opdracht de teams bepalen. Wie moet er gaan boogschieten en wie moet er suppen? Nou, het is maar goed dat in Nederland de mol zich op beide had voorbereid. We gaan over een paar weken natuurlijk al op reis. En ik snap dat jullie allemaal in spanning thuis zitten van wat er komen gaat. Ik weet het natuurlijk. Dus ga ik alvast een beetje oefenen. Simple as that. Oké. Okay. Oh, daar gaan we best wel goed af. Bij de opdracht in het verschiet was ik voorbereid om te mollen op twee plekken. Mijn doel in het fort was eigenlijk heel simpel. Hebben jullie al iets? Nee. Daarvoor zorgen dat er zo min mogelijk pijlen bij de andere groep terechtkomen, want dat is dé manier om geld te verdienen. Hoekie. Eef! Ja? Waar ben jij? Heb je al iets? Nee, jij? Nee. Dus ja, ik moet sleutels laten verdwijnen. Hier is volgens mij ook niks. Waar zijn jullie? Ja, ik ben hier. Kom maar aan. Maar het doel uiteindelijk echt behalen, dat was eigenlijk helemaal niet zo simpel. Eef! Ja! Ik voelde continu de hete adem in mijn nek van Letitia en Fresia. Heb je nou iets gevonden? Nee. Jongens, niet met je neus kijken. Ja, ook niet. Hé, hey, ik ga even hier kijken. Volgens mij zijn we hier nog niet geweest. Oh, ik heb er nog één. Nou eens. Heb eens. Kijken. Kijk. Ik heb hem. Nou, dan is hij hier gevonden. Dan is de laatste nog in een andere kamer. Zeker weten. Oké, waar gaan we dan heen? Ja, ik denk dat we het gewoon hierbij moeten laten. Super top. En het bedrag dat ik uit de pot heb weten te spelen is 1050 euro. Gone. Letitia. En jij, Rob, ik hoop maar dat jullie ook je best doen. Hoe kijk je hiernaar? Ja, ik denk dat ik was gewoon zelf veel te gefocust op die sleutels. Dus ja, maar ik dacht echt dat je aan het zoeken was. Ik dacht... Ja, was ook aan het zoeken. Fresia, jij hebt op dat moment Everon al in het oog. En je laat hem gewoon in zijn eentje zo rondlopen. En je zegt notabene ook nog eens, je helpt hem eigenlijk door te zeggen... Oh, zult u hier maar bij laten? Is dat dan bewust? Of? Nou ja, het was meer van... Ik dacht inderdaad op dat moment wel van hij zou het kunnen zijn. Toen dacht ik, het zou me ook niet verbazen als een van de sleutels op miraculeuze wijze is verdwenen. Toen dacht ik, ja, dan gaan wij nu allemaal tijd verdoen met nog naar die sleutel zoeken. Dus laat het maar. Ja. En maar dan komen jullie dus boven en dan ga je pijl en boog schieten. Jij hebt speciaal in Nederland geoefend, maar niet om het zo goed mogelijk te doen. Nee, ik wilde juist al die pijlen de bosjes in schieten. Ja. Maar ik ging als eerste en ik dacht zoiets van, ik moet het nu wel goed doen. Want als ik het nu niet goed doe, dan mag ik die andere pijlen niet schieten. Ja. Met deze vrouwen. Ja, ja, ja. Dat gaat dan niet meer. Dus die eerste deed je goed? De eerste deed ik goed, maar toen bleken zij het allebei gewoon vet goed te kunnen. Ja, dan kon het echt niet zo zijn dat ik dan... ook het slecht zou doen. Was je dan, en is het dan je eergevoel? Of is het juist ook dat je denkt, dat valt te veel op? Nou ja, dat gaat dan te veel opvallen. Dus ik denk, ik ga het ook gewoon goed doen. Ik heb al 1000 euro eruit gevist, dus let it be. Dus ook hier moet je als mol je strategie aanpassen terwijl de opdracht... Ja, loopt. Continu. Zeker met deze terrors. Goed, dan is het tijd voor de opdracht waar de mol het meest zin in heeft. Maar waarbij hij ook het meeste risico loopt. Terwijl jullie druk waren met mollies en millies fotograferen,
hadden jullie de mol gewoon in het vizier kunnen krijgen. Want die is vlak langs jullie gevangen. Nee. Ja. Nee. Ja. Fijne avond. Hier heb ik naar uitgekeken. Maandenlang, dit moment. Dat ik vlak achter jullie zou staan. Oké, 6 foto's. Oké, 1 Molly heb ik. Bij Letitia had ik wel echt lichtelijke spanning. Letitia. Hier ben ik. Dat is nummer 2. Kijk naar mij. Nee. Mijn hart ging tekeer. Heel veel blauw-wit gestreepte dingen. Kom. Hey To, ik zit achter je. Ben je naar de finale, To? Kijk me dan. Kan ik echt niet. Blauw-wit gestreept. Alles is blauw-wit gestreept. Ik merkte dat ik steeds brutaler werd. Bij Thomas begon ik zelfs te zwaaien. Ja, dit is te makkelijk tot nu toe. Hi. Hello, people. Nice water. Als je had omgedraaid, had je me gezien. Dan was je regelrecht naar de finale gegaan. Of misschien wel dit seizoen gewonnen. Bij Freve was het nog wel een beetje spannend. Jeetje. Wat hebben jullie voor rare opdrachten. Jullie zijn echt niet goed. Jij kleine terror. Jij weet toch hoe je deze spel moet spelen? Precies op een moment ging een toeter af. En toen deed je dit. Wat? Toen moest ik echt heel snel duiken. Want ik dacht, zij gaat mij nu zien. Maar ook jij hebt mij niet gezien, Vin. Kijk dan. Ik kan even lossen van al jullie heiden. Ik vond dit zo gaaf. Om zo dicht bij jullie te zijn. En niet gezien te worden. Of er zit natuurlijk nog een addertje onder het gras. Dit was mijn dag. Dit is voor mij Wie is de Mol. En waarom is dit nou voor jou Wie is de Mol? Ja man, je ziet het in verschillende seizoenen. En dan denk je bij jezelf, als je ooit die rol mag spelen, dan wil je zo dicht mogelijk bij ze komen en zorgen dat ze je niet zien. Ja. En ja, dat is dan echt gewoon de hele operatie wat eraan vooraf gaat. Met al die hotelkamers. En dan, ja, dat was echt magisch, man. Dat is echt tof. Ja, een keer met addertje onder het gras was gewoon omkijken. Ja. En dan had je hem kunnen zien. Ja, je weet het. Nee. Er komt een moment dat hij natuurlijk achter je staat. En dan vaak hebben we eraan gedacht. Ja. Nu. En dan juist op dit moment niet. Nou ja, eigenlijk de enige die daarover duidelijk wel aan dacht, Letitia. Jij zat, alleen je keek de verkeerde kant op. Oh, maar ik zat in het bootje en ik of de mol loopt op strand, of hij is om me heen. Ik wist het gewoon. Nee, en jij dacht zelfs jouw mol te zien. Daarom, op dat moment, dus dat is Kim denk ik... Leon. Precies. Oh ja, waar zag je mij dan? Het was gewoon Molly, zag ik opeens lopen. Oh, dat lekker. Ja, maar toen was ik dus mijn hele blik weg. Maar ik dacht, oh man, ik heb echt gedacht, dit is de opdracht. Hij zit in een bootje, het kan niet anders. Ja. En Freze had weer een hele andere tactiek. Jij ging gewoon daadwerkelijk op zoek naar de vrijstelling. Ja, dat was de opdracht. Ja. Ik zei ook nog tegen die man toen ik van het bootje afging. Ik zei, nou, have fun. Ik dacht, de rest komt ook wel. Die gaat je ook lekker tasten. Maar dat was hem niet. Nee. Bij de volgende opdracht grijpt de mol elk onbewaakt moment aan om met behulp van de lokale bevolking de boel eens flink te saboteren. Het is de bedoeling dat jullie alle straten hier in Hartjescentrum Girocaster met kleden gaan bedekken. Alle straten. Alle straten. Alle straten. Go. Can you bring more? Thank you. Ik begin alvast. Ja. Can I borrow some? Merelit, hè? Merelit. Lekker rustig aan, Merelit. Merelit. Dat betekent rustig aan. Ik ging de avond voor de opdracht, ging s'avonds even naar de kroeg. Bezoek. Gewoon even gezellig met de locals mijn abonnees opspijkeren. Doe wat wet om tapette te wegen. Doe wat wet om tapette. Doe wat wet om tapette. No worries.
Merelechte. Gewoon lekker chillen met de Albanese. Merelechte. Merelechte. Waar is Efron? Merelit. 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 I think it's enough. No. Oh, the whole street has to be covered. The whole street. Do you maybe have a really big one for us? Ik heb juist kleine tapijten nodig. Small, yeah. Very small ones. Hier komen we heel ver mee. Wat is hier gebeurd? Mensen lopen eroverheen. Ik ben ook nog even lekker met de tapijt over de andere tapijten gaan slepen, zodat alles weer helemaal los kwam van de grond. Ze komen gewoon de kleden weer terughalen. Ja, hebt ze net gehaald. Ze gaan nu terug. Wilt u tegen de kandidaten zeggen dat u geen tapijten meer uitleent? Oh, you gonna take it away? Where is she skilling? Ja, ze is niet zo blij. Ja. Dus we hebben maar €445 voor de pot verdiend. Ja, dat had dus €2500 kunnen zijn. Carpe diem. En dan zit jij dus de avond voor deze opdracht in de kroeg met die Albanese. Ja, het was eigenlijk niet echt een kroeg. Het was in het hotel, was zeg maar een soort van hotelrestaurant. En maar nog heel dichtbij dus. Heel dichtbij, ze lagen allemaal boven te slapen. En het was de hoteleigenaar en wat vrienden van de hoteleigenaar. Dus ik had zoiets van, oké, ik ga gewoon even met die gasten chillen. Proberen wat Albanese te leren. Ja. Maar ik moet ze ook natuurlijk vertellen dat ze de volgende ochtend bij het ontbijt niet merelette tegen mij moeten zeggen. Nee. Want dan zouden zij weten dat ik daar geweest ben. Ja, maar wat zou je gedaan hebben als ze naar beneden waren gekomen? Ik kon niet slapen en ik zenuwachtig, ik mis thuis. En Freesia, jij deelde de kamer met Efron. Heb je hem niet gemist? Jawel, ik was ook nog wakker toen hij binnenkwam. Toen zei ik, waar was jij? Ja. Maar dat zei ik ook al als hij gewoon naar de wc ging, hoor. En jullie. Toen zei ik, wat heb jij gedaan? Met wie was jij? Maar vervolgens zei hij, doe eens rustig. Nou, dan was ik alweer klaar. En jullie hebben het gewoon niet doorgehad tijdens deze opdracht. Thomas, jij ging hem nog in de gaten houden dat hij niet kon mollen. Ja, ik had het gevoel dat ik dacht dat hij molde. Dus ik had het wel gewoon, je ging steeds een hoekje om en een beetje zo warrig rondkijken op allerlei plekken. En ik denk, ik ga gewoon achter hem aanlopen. Ik blijf naar hem kijken dat hij even niks kan doen. Dus ik voelde je heel erg. Ja. Dus toen ging ik heel erg de randen controleren of het wel goed is. Ja, en dan bleef ik gewoon zo staan. Ja. Wat ben je aan? Dat is alles wat ik even. Ja. Goed, nou de volgende opdracht. In de haven van Durus moeten de kandidaten containers wegwerken met heftrucks. En als ze dat dan goed doen, blijft er maar één container over. Die met het geld. Maar daar zijn de ogen van de mol natuurlijk ook op gericht. Succes! Wie begon er tijdens de opdracht avondklok in de kerk? Dat zijn Thomas, Hila en Everon. Ja, wij gaan dat zoeken. Bij de opdracht in de haven van Durus wist ik natuurlijk heel goed in welke container het geld zat. Mijn doel was om die container uit het spel te halen, zodat er geen geld verdiend kon worden voor de pot. You need to help me later. This one, we need to kill this one also, okay? Wie hebben er drie verschillen doorgegeven bij de opdracht onthouden in die huiskamer? In ieder geval Hila en Thomas. Dus op het moment dat Thomas en de dames druk in gesprek waren, heb ik die container laten killen. Not this one, the other one. So not this one, but that one. En ze hebben niets doorgehad. En hij staat dus, we kunnen eruit. Ik wist dat de opdracht sowieso zou falen. Welke container willen jullie gaan aanwijzen dan? Doe maar lekker. Die? Waarom niet? 1, 2, 3. €0 voor de pot. Ja. Daar zit niks in. Statistiek dicteert dat er niks in zit. Dat is dan ook zo. Ja, er zit niks in. Ja, Thomas. Had je maar
oog in je achterhoofd gehad, hè, op dit moment. Ja, had ik dat maar gehad. Nee, we waren gewoon heel goed geworden eigenlijk. Gewoon hele goede vrienden eigenlijk. Ja. En Kim Lian, ik zie jou echt met hele grote ogen weer kijken. Dat je denkt, wat? Ik ben verbijsterd. We stonden er toch echt bovenop, wij ja, met z'n tweeën. Het hele speelveld ja, was gewoon dat ja, daar. En jullie bepaalden welke weggehaald moest. Ja, precies. Dus. En we hadden ook volgens mij heel goed kijken op van wat er wegging. En tenminste, ja, we hadden het misschien moeten verdelen. Dat de een ging daarnaar kijken en de ander dat hadden we misschien moeten. Ja, maar ik zat hem ook non-stop in de gaten te houden. En ik weet nog dat de hand zei van, nou, één ding weet ik zeker. Evelyn heeft niet kunnen mollen. Ja. Ja, dat maar. En er was toch weer een manier waarop hij zich er doorheen wurmde en de boel saboteerde. Heel goed gedaan. Op het strand nodig ik de kandidaten uit voor een drankje op de boulevard. En ze zijn er allemaal binnen een half uur, maar slechts eentje met de step. Zand erover. Dit was voor mij wel even een heel spannend momentje. Want voor het eerst ging een mol zelf een opdracht uitzetten. Toen de kandidaten in het hotel aan het biechten waren, ben ik het strand opgegaan en ben ik steps gaan ingraven. Zo, deze doe ik hier. Zo, ik begraaf het even. Hoppa, tweede onderdeel. Als ik deze nou hier neerleg. En een strandbedje overheen. Nu komen we hier. Hierdoor wist ik dus precies waar alle onderdelen lagen. En waar we dus niet moesten gaan zoeken. Okay. Alright. Begin gewoon bij het begin even. Ik pak deze rij, hierachter begin ik mee. Waar ga ik heen? Aan die kant. Ja, dit is volgens mij wel wat. Je zou ook aan het zand moeten voelen eigenlijk dat het een beetje rul is. Dat ze al iets gegraven hebben. Ja, hier zit wel iets, Kim. We moeten gewoon dieper. Ja, Kim. Daar had ik dus niks begraven. Kim, hebben jullie al wat? Nee, niks. Kim, kom me helpen hier. Hier moet toch ja, wat maar, zijn. Ja, maar je breekt me van gat. Nee, kijk, hoor dan. Van plek naar plek en ik maak... Luister dan. Nee, Kim, hier. Nee, Kim, hier. Kijk, daar gaat hij helemaal los. Op een gegeven moment had ik wel echt van iets van 8 gaten gegraven op dat strand en niets gevonden. Kijk, hier. Ja, maar ik kan dit gewoon niet allemaal in mijn eentje graven. Ik zit echt weer aan het doelen te graven. Tracy, ik kom jou helpen. Doe dit met je. Zoeken jullie nog maar even verder. Sorry dat ik je overal heb laten graven en je nagels zaten waarschijnlijk helemaal onder het zand. Dus uiteindelijk konden we maar 1 step in elkaar zetten en 1500 euro laten liggen. Wauw. Ja, Kim Lian. Not sorry. Dat was een frustrerend momentje. Hè? Oh, vreselijk. Op dat moment denk je al dat hij de mol is. Ja. En dan toch luister je naar hem. Nou ja, ik wilde sowieso gewoon dicht bij hem in de buurt blijven. Ik denk, wat je ook gaat doen, ik moet gewoon zien wat je doet. Ja. Maar ik wil je ook volgen, want ja, ik wil ook geld verdienen. Ja. Maar dat deed gewoon echt pijn aan mijn nagels om te graven. Nee, maar ik zweer. Nou, ik vind het heel erg. Want je... Dus op een gegeven moment ging ik dat kinderschepje maar halen. Dat schoot ook niet op, maar dat deed in ieder geval geen pijn aan me. Maar ik heb ook van binnen zo hard... Het was wel hilarisch. Evelyn, voelde jij je mede verantwoordelijk voor deze opdracht? Ook omdat je die stepjes zelf begraven had? Ja, tuurlijk. Nee, ik, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan zie je dus dat ze... En dan zie je ze zo stuntelen. Ja, dus vind je het ook zielig. En ik denk, maar ik heb ook keihard gewerkt. Oh, zo. Zo, al dat zweet. Ik zat ook onder het zand. Maar even, heb jij ook geknepen stiekem in dat ding de hele tijd, zodat hij piepte? Want dan ging de hele tijd wel af. Zo. Nee, maar hij gaat niet af als je knijpt. Nou, maar dat kan toch? Dat je ook nog... Nee, iets extra hij ging gewoon. Hij ging gewoon. Ja. Zeg, laten wij het eens even over het geld hebben. Want Freesia en Kim Lian, we belanden in aflevering 9 en de laatste opdracht daar verdienen jullie min 1000 euro voor de pot. Dat is een verlies voor de pot, er gaat 1000 euro uit, maar op dat moment hadden jullie toch winst kunnen behalen door goed naar die biljetten te kijken. Want daarop kregen jullie de bevestiging van jullie vermoeden. Want er stond een masker op met daarachter de ogen van Evelyn. Sterker nog, op alle minbiljetten stond een masker met de ogen van Evelyn daarachter. En om het helemaal mooi te maken,
op alle andere biljetten staan ook maskers. En daar staan al jullie ogen achter. En als jullie al die biljetten bij elkaar hadden gelegd, hadden jullie kunnen zien dat er één paar ogen ontbrak. En dat was de mol. Ja. Hila, jij was de penningmeester. Je hebt al die biljetten voorbij zien komen. Vertel, heb je dat gezien? Draai even om. Ja. Wij hebben echt om 3 uur 's nachts als twee gekken dat geld zitten te inspecteren. Om te kijken of we ook maar iets konden vinden. En wij zijn er toen achtergekomen dat jij het was. Wij dachten, jij bent het. Wij zagen een E van Everon. Wij zagen een tweeling van een film. We zagen Man in the Mirror van Michael Jackson. Ik heb van alles gezien. Je heet Jackson, dus we dachten, nou, hij moet het zijn. En toch. En toch. Ja, toch. Niet waarom liet je me nou los dan? Ja, op een gegeven moment, jij werd zo lief tegen mij. Je hebt echt mijn hart voor over. Ah. Maar dit was dus echt zijn tactiek, want ik hield hem dus echt op afstand. Maar de meeste, meeste mollen, die zijn ook lief. Dat is gewoon zo. Het is verschrikkelijk. Maar Hila was wel, echt voor mij een terrorkandidaat. Zij was zo ontzettend goed. Ik was gewoon bang voor jou. En even, toen jij die mingeldbiljetten zag, met jouw ogen erop, had je toen een zweetmomentje? Nou ja, nee, niet echt. Maar tuurlijk heb ik zoiets van, ze moeten er niet achter komen. Maar het was bijvoorbeeld na het House of Leaves, zei ik van, kijk er maar heel gauw naar. En toen wilde ik heel snel weer die biljetten in mijn handen hebben. Ja. Ja, niet te lang kijken. Nee. Ja. Nou ja, goed, er was nog wat anders met dat geld. Want we hebben de pot, maar er is ook nog een eindafrekening te doen. Want Hila had na haar rode scherm de pot aan Everon overgedragen. En hij belooft haar de ontbrekende €250 terug te vinden... die een zeker iemand, die op dat moment nog in het spel was, in haar zak had zitten. En dat is gelukt. Wie krijgt de pot? Zo. Ja. Ik neem de rol van penningmeester heel erg serieus. Dus stap ik meteen op Kim af om haar te vragen wat ze weet over die €250. Waardoor ik mezelf iets minder verdacht maak. Nou zit ik al een paar dagen met die €250. Ja. Die weg is. I know. Schat, ik zou het willen teruggeven als ik het had. Maar ik heb het niet. Echt, geloof me, ik vond het vreselijk om te doen, maar ik had mijn redenen. En het was niet alleen €250. Is het niet? Oh my god. Nou ja, ik had ook nog 2 tientjes van een ander spel. En als Vrede naar vraagt? Dan weet jij van niets. Maar zodra het moment daar is dat Kim naar me toe komt met die €270... Ja, en nog even tegen me zeggen, niks tegen Fresia zeggen... Ja, dat is voor mij een gouden moment om daar wel iets mee te doen. Slim. Ik mag niks tegen Fresia zeggen. Dus ja, genoeg reden voor mij om... Ja, die stop je dan in de pot. De porseleinpot. Hallo! Ja, ja. Hey. Ja, jij moet wel even, Kim Lian, dan moet je wel even het een en ander uitleggen. Ja, ik moet het uitleggen. Ten eerste, waar komen die 2 tientjes vandaan? Dat weet ik ook niet meer. Nee. Bij de laatste spionnenopdracht, inbreekopdracht. Je gaat zulke gekke dingen doen, Rick. Je weet soms... In het huis van de dictator. Ja, daar dat heb jij geld moet, in je zak. Maar ik wil heel graag even iets uitleggen. Ja, want €250, hè. Die hielden we achter. We, want het was een samen... In een split second hadden we dat bedacht. Omdat we in paniek waren dat we geen jokers hadden gewonnen bij die opdracht. En de rest allemaal wel, dachten we. Dus we moeten verwarring zaaien of ik wil... peilen hoe mensen reageren, daarom deden we dat. Maar het was altijd de bedoeling dat dat terug zou komen in de pot. En toen maakte jij hem penningmeester en dan was ik helemaal tegen de war. Sorry! Maar Kim Lian, jij hebt dus dan die €270 en dan besluit je nog voor het einde van het spel... Je had het kunnen houden, maar je besluit om aan de penningmeester... die jij tevens
ervan verdenkt dat hij de mol is. Dat vond ik ook heel moeilijk om te doen. Maar het was een blok aan mijn been geworden. Ik had geen kans meer gezien om ergens anders dat geld te dumpen of okay. te geven. Ja. En toen was jij... Ja, je moet er toch verzilveren. Ik moest weer bij jou komen. En toen kwam jij met je heel verhaal. En dan ga ik nu toch weer even inbrengen, Kim-Jan. Want je had gewoon kunnen zeggen... Freesia, ik wil jou als getuige. Kom maar eens even kijken. Ja. Is niet gebeurd. Waarom niet? Gebeurd. En dan had ik ook mee kunnen knuffelen en zo. In dat moment. Gezellig. Ja, dat is waar. Maar ik hoopte dat Freesia... Ik wist niet op wie zij zat. Oh, jij dacht dat Freesia misschien ook wel jou verdacht. Dat ze mij nog een beetje verdacht vond. Ja. En daarom wilde ik dat vaag houden. Maar dan snap ik het wel. Snap je het dan ik snap wel? Het, schat, ja. Maar ja, ik vond het sorry, echt... maar het is er niet meer. Ja, I know. En dan uiteindelijk gaat het dan toch de pot in. Nou ja, goed. Ja, maar wel de verkeerde pot. Ja, hè? Verkeerde ja. pot. Shit. Naast het achterhouden van het geld door Kim-Lian en Sahil... is er in aflevering 6 ook nog 100 euro zoek geraakt. Kijk even weer Sahil, dan krijg ik hier Thomas. Ergens in de bus zijn er muntjes verloren. Ja. Heel goed oplettende kijkers die zagen de stand van de pot ook veranderen. De 100 euro die eigenlijk in de pot zou moeten zitten, die was er niet. Die lag in die bus. Hila, na jouw vertrek hebben ze gewoon echt er een potje van gemaakt. Sterker nog, uiteindelijk zijn we op een stand gekomen van 8.065 euro. De laagste pot ooit. Oh, wauw. Ja, en dat was... Bij de mollicitatie was dat jouw ambitie. Nou, daarin ben je geslaagd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar goed, voor wie is dat geld? En dat is ook nog voor jou een verrassing, Evron. Freesia en Kim-Lian, zouden jullie hier voor mij willen komen staan? Hmm. Ja, klinkt. Ja. Woehoe! De handen in elkaar. Ja. Gezusterlijk. Een half jaar hebben jullie moeten wachten op de uitslag van deze test. De finale test. Wie van jullie twee is de winnaar van... Wie is de Mol? Seizoen 22. Spannend. Jullie moesten 40 vragen beantwoorden over het gedrag en de identiteit van de Mol. Freesia. Jij had 34 vragen goed. Kim-Lian. Jij had... 34 vragen. Nee! Dat kan niet. Eén van jullie was 50 seconden sneller dan de ander. Ja, denk het ook. De winnaar van Wie is de Mol? Seizoen 22 is... Freesia! Ga maar lekker zitten. We gaan zo meteen de felicitaties doen. Freesia, 8.065 euro. Wat ga je met het geld doen? Nou, ik denk dat we in een hele gekke tijd leven op het moment. Ja. Dat er genoeg plekken zijn waar het heel goed terechtkomt. Dus dat is sowieso fijn. Dat gaat allemaal goed terechtkomen. En er gaat ook een deel naar Favela Street, de stichting van Rocky. Hartstikke mooi, dankjewel. Eén ding is zeker in dit seizoen. De Mol heeft van zijn rol, maar ook vooral van jullie allemaal genoten. Nu een 10 pakken. Super! Neem vooral je tijd. Ik geniet onwijs van mijn rol. Ja, jongens, ik heb geld. 130 euro, jongens.
rustig aan, rustig aan, rustig aan. Mijn rol hier is om er alles aan te doen dat jullie echt één voor één echt niet denken dat ik het ben. Oké, nu voorzichtig naar buiten. Ik ben bereid, jongens, maar ik heb money, hoor. Ik heb tegen sommigen van jullie gewoon keihard gelogen. We gaan voor een win-win. We gaan voor win-win, oké. Okay. Of juist om de tuin geleid. Je bent niet te vertrouwen, man. En ik weet dat het een spel is. Ik weet dat ik er ook van moet genieten, maar heel vaak doet het ook pijn. Omdat jullie juist zo fantastische, lieve mensen zijn. Dus mijn taak is alleen zoek vier mensen. Vier mensen en ze gaan hier. Oké. Okay. Kim, oké, okay, ik heb iets voor een op het hoofd. You guys are good? Nou, hier zitten wel genoeg mannen bij die ik mee kan nemen, maar misschien moeten we even daar gaan kijken, jongens. Oké, waar zijn even om? En niet some sunglasses. Deze is wel heel vet, hè? Ze hebben geen spiegel. Ja, zo ziet niemand mij, denk ik. Even nog niet gezien. Yes! Echt, dit is een groep mensen, dat is ongelooflijk. Jullie zijn zo fanatiek. Yes, ik heb hem. Het is voor mij echt niet zo easy. Ik ben even met die porto gaan spelen. Je had niks door. En daarna deed hij het niet meer. Hé, hey, luisteren! Je maakt een porto, doet dat niet! Thomas heeft 50 euro nodig. Nee, 250! 250! Het is zo fantastisch om op zo'n positie te zitten. Even hoor, Letitia. Ja, ga jij maar even doorpraten? Ja? Geen idee wat je zegt. En we hebben nu 10 en 25 daar. Ja. Kan je dat even herhalen, alsjeblieft? Want er komt heel slecht binnen. Vandaag in de aanbieding. Twee frisse raakjes voor de prijs van één. Ik heb nog 2 minuten. Ik ga niks meer doen. Eve, denk aan je tijd. Waar blijft hij nou? Dit is de mooiste rol van mijn leven. Maar absoluut ook de aller zwaarste. En dat komt door jullie. Misschien opsplitsen, zoeken naar foto's. Daar hangen foto's. Evron Jackson Hooy, de mol van seizoen 22. Lefgozer, je hebt het mooi geklaard. Dank je wel voor jouw rol dit jaar. Wil je nog meer molacties zien? Ga dan naar wieisdemol.nl. En nu in Moltalk op NPO 3 zie je de verborgen aanwijzingen waarmee je kon ontdekken wie de mol was. Marlijn en Rob praten na met Evron. En heb je een vraag aan hem of aan andere kandidaten? Stuur dat dan in via Molvisie in de app van Wie is de Mol. Het spel is gespeeld. De mol is bekend. Bedankt voor het kijken. Heel veel plezier met Moltalk. En ik wens je nog een hele mooie avond en tot volgend jaar.